Ik ben veilig. Ja. Jong, jongen. Nee, ik ben al klaar. Wat doe je? Gefeliciteerd! Dankjewel! Ik ga weer vloggen vandaag. Nee. Ik hoor je wel zenuwachtig van als je gaat vloggen. We zijn aangekomen in Valkenburg samen met Celine en mama. En we zijn nu in Holland Casino in een restaurant. We gaan hier brunchen. En omdat mama jarig is, moeten we natuurlijk even proosten. Met Prosecco. Proost, dankjewel. Dit is wat ik heb genomen. Je hebt ook nog warme dingen, maar dat ga ik straks pas pakken. Nog wat warme dingetjes. Aardappel. Kijk hoe lekker. Crème brûlée. Ja. Hé mama, proef eens je koffie. Wat is met de koffie? Is er niks mee? Dan moet ik proeven. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Proef je koffie. Ik proef alleen maar melk. Ja. Dan... Ik zei het toch, Celine? Ja, maar koffie is er wel, maar er mag meer koffie zijn. Nou. Maar smaakt wel. Ik moet een beetje doordrinken. Mijn melk ligt hier. Kijk waar mijn melk ligt. Ja, hoor. Crème brûlée en een bosvruchtenijs. Die is wel leuk. Ja, die ziet er wel lekker uit. Mag ik wil mijn bord weg. Wil je aanpakken? Het eten vind ik wel een beetje tegenvallen. Mijn bord ligt nog hier. Ik heb hem nog niet op. Maar ik denk ook niet dat ik het opkrijg. Die is wel lekker. Het dessert ziet er wel heel goed uit. Zo blij. Zoet maakt me blij. Namelijk als iemand zit en iets is, dan maak je wel blij. We hebben net gegeten. Ik vond het een klein beetje tegenvallen. Maar goed, we zijn nu aan het lopen. En we lopen langs een grot, heel toevallig. En het is blijkbaar een kerk in een grot. Zo ziet het eruit. Ik weet eigenlijk niet of je naar binnen mag. Volgens mij wel. Ja, het is echt heel apart. We zijn nu in het centrum en zo ziet het eruit. Het lijkt net alsof we in een ander land zijn, maar het is er dus niet. We zijn net naar een kerstwinkeltje geweest en daar heb ik ook iets gehaald. Ik zou zo wel even laten zien wat het is. Het is ook al helemaal ingepakt. Ik zou het nu wel even laten zien. Mijn poppetje. Zal ik laten vallen? Ik heb deze gehaald. En die komt bij mijn beeldjes in mijn kamer. Je hebt hier allemaal kerstwinkeltjes en nu lopen we langs, of nu gaan we langs Santa's Gift Factory. Het is een beetje afgelegen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Oh wacht, we zijn er al. Hier is het. We kunnen allemaal zelf dingen maken, ja. Die is mooi. In heel veel winkeltjes zie ik van zulke stenen. En dat zijn dus blijkbaar mergelstenen. Stenen die komen uit grotten hier in Valkenburg. We zijn bij Winter Wonderland Valkenburg. En we gaan zo met de kabelbaan, maar we gaan nu eerst naar zandsculpturen. Ik had al wat voorbeelden online gezien en volgens mij is het heel erg mooi hoe ze het hebben gemaakt. Dus ik ben benieuwd. Dus het is van zand gemaakt. Ja, het is echt leuk. Het is wel vrij hard, hè? Het is niet zacht of zo, hè? Nee, waarschijnlijk hebben ze er iets toegevoegd. Oh, dat is die rivierzand.
gevoel en ervaar hier het zand waarmee alle sculpturen in deze grot zijn gemaakt. Een kunstenaar van het leven. Voel het, is gewoon zand. Dit moet iedereen zijn. Hoe voelt het? Toch wel anders dan normaal zand, hoor. Hoe moet je maar voelen? Nou, ik ga weer even. Want normaal zand glijdt heel makkelijk door je handen. Een soort steviger. Is dat grover of lijkt het zo? Het voelt heel, heel fijn. Minder glad, hè? Minder glad. Andere glijdt helemaal. Het is helemaal vastgeplakt aan mijn vingers. Die gaat niet gelijk niet uit. Nou, kunnen we ook weer afvinken. Over de ja. En er kwam een geest tevoorschijn. De geest wilde echt helemaal niet ontwijd worden en had voorgenomen degene te doden die hem zou zijn. Maar de visser was te... Oeh, net een dolf. We zijn al vakantie. Oh, wacht, daar komen we zo pas. Want we moeten, hier is een touw, we moeten omlopen. Daar komt een pijltje. Mevrouw, zien jullie rechts van jullie? Zien jullie de os en de ezel? Dit is een Egyptische fabel over het onttrekken aan zwarte armen. Abu Hassan die een wind liet. We zijn nog steeds hier binnen. En er is echt heel veel te zien. We hebben ook een thema. Het heet 1001 sprookjes. 1001. Nog wat. Het is wel heel erg indrukwekkend hoe dit allemaal is gemaakt. We staan in de rij voor de kabelbaan. En we gaan terug met de rodelbaan. En mama is volgens mij een beetje bang. Ja, tuurlijk. Denk je. Dus ga lekker vanaf boven naar beneden glijden in plaats van met de kabelbaan. Alleen niemand die ons helpt. Ga je alleen? Ik ga zelf ook tickets kopen voor terug, denk ik. Hallo. We stonden helemaal niet goed. Waarom worden we niet geholpen? Dankjewel. Dan twee apart, eentje apart, hè, dan, hè? Wat wil je? Eentje, ja. Ja, kan die, hè, met z'n drieën. Met z'n drieën gaat niet lukken. Oké, okay, nee. Doei. Doei. Oké, okay, neem die plaats. Is ja, jullie mogen zitten. Beugeltjes, nee. Mama, Celine. Daar gaan we. En ik ben helemaal alleen. Kijk het uitzicht. Het is toch best hoog. Zo ziet het eruit. Je ziet de rodelbaan. Wow. Rodelbaan hier aan de zijkant. En aan de andere kant. Het is helemaal niet stijl zo. Dus ik ga mama wel meesleuren. Ik vond die speedball minder eng dan dit. Die vond ik veel enger. Ik heb gewoon trauma. Hoe ga je naar beneden dan? Lopen? Nee. Glijden? Ja, glijden liever dan met dit. Ik ga dit niet doen. Waarom was dit eng? Dat is helemaal niet eng. Wij zijn naar achter met de meneer aan het lachen. Waarom? Omdat we aan het vloggen zijn. Oh, nou en? Ja. We gaan nu even opwarmen met de warme chocolademelk met slagroom. Het is echt heel erg koud buiten. Mm. En ik krijg die honing Limburgs ook. Oh. Limburgse vlui. Omdat we in Limburg zijn. Is het dan extra lekker? Dat is ook een luisje wafel. Nee, ik heb geen wafel. Ik vind het nooit lekker. Ik niet. Het smaakt naar appelgebak. Maar dan in een vlui-vorm. Wel lekker. Vlui-vorm. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Dus dan moet ik naar mijn... Oh, dat gaat vanzelf. Ja, maar je mag alleen niet filmen onder het rodelen. Heel gevaarlijk. Oh, dat is jammer. Oké. Okay. Eng. Nee, helemaal niet eng. Nu nog met de kabelbaan, want we moeten dus toch met de kabelbaan terug naar beneden. Want de rodelbaan is alleen naar beneden en weer omhoog.
En kabelbaan, ja, we moeten dus met de kabelbaan naar beneden of met de trap. Maar ik ga niet met de trap. Bijna weggooien. Hebben we dan nog... Is dat de retour? Ja. Oh, fijn. Dus ga je met de trap of ga je... Nee, ik ga met dit. Ik moet naar nou de kerstmarkt. Ja, beneden zat hij. Oké, dan moeten we hier rechts zaten. Ik ga nu met jou, mama. Is goed. Of ga je alleen? Nee, ik ga niet alleen. Ja, maar... Vind je eng? Minder, maar nog wel een beetje. Ik ga nu naar voren kijken, het is misschien minder eng. Nu naar beneden kijken. Mooie spullen. Zit ze al? Zit ze alleen al? Weet ik niet. Dank je. Dat is het al. Celine! Daar gaan we weer. Nou, die is wel een stuk minder eng, hoor. Doe normaal. Ik meen niet doen. Echt mooi, hè? Ja, heel mooi. Het is echt een leuke stad, Valkenburg. Ja, echt een aanrader. Ja. En er is nog zoveel meer te doen. Je hebt ook een kasteelruïne. Wellness, een hele bekende. Wat had je nog meer? Oh, steenkolenmijn, wat mij wel heel erg leuk leek. En nog heel veel grotten en verschillende kerstmarkten. Vooral rond deze periode heb je superveel hier te doen. Omdat ze extra evenementen organiseren. Dus echt een aanrader. We hebben een beetje spijt dat we niet hier zijn gaan overnachten. Zodat we het langer de tijd hadden. Want het is nu ook al 5 uur geweest. Echt jammer. Maar het is niet zo hoog. Nee. Niet hoog, Jokke. Dat is normaal. Een wens. Wat ga je opschrijven? Maar alles is juist open. Alles kan je juist lezen. Alles lezen. Echt. Ik zag alleen mijn kinderen, maar dat wist ik al. Familie. Oh. Is hoog beter? Ik wil dat hij daar komt. Zo? Chinese bijgeloof. Het is zo. Oké. Wij zijn nu weer thuis. Ik vond het een hele leuke dag in Valkenburg. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om deze video te zien. En ik ga nu eindelijk lekker slapen, want ik ben super moe. En morgen moet ik ook weer vroeg opstaan. Ik heb trouwens mijn beeldje al neergelegd. En het ligt hier bij al mijn... het zijn eigenlijk allemaal beeldjes van plekken waar ik naartoe ben geweest. Eigenlijk wel van buitenland. Maar ik vond dit beeldje heel leuk. Dus ik heb hem er gewoon bij geplaatst. Hij staat daar. In ieder geval, ik ga nu lekker slapen. Ik hoop dat ik jullie weer bij de volgende video zie. Doei doei!